Naast het quintet vijf gesprekens. Dus we staan uit vijf muzici natuurlijk, uit Eifelstein omgeving, dus Utrecht omgeving. Ellen Metaal op fluit, Irma Metaal op hobo, Antoine van den Boogaard, onze oudschoor of fellow op klarinet, Leo van Maurik op fagot, Marcel Berden op horen. En over mijn naam kan ik vertellen dat vijf gesprekens staat op vijf verschillende personen, vijf verschillende instrumenten. Vijf verschillende klankkleuren en bij elkaar bereiken zeker vijf octaven. Graag een hartelijk applaus voor het laatste quintet vijf gestreept. Mozart hield namelijk niets over de fluit, dus die zat er heel vaak niet bij. We hebben nu een bewerking waar ik wel mee mag doen. Het stuk bestaat uit een aantal delen. Eerst een allegro, een vrolijk snel stuk. Dan een andante gracioso, wat rustiger is, wat meer voor wat verstilling. Dan een minuet, een dansvorm uit die tijd. En het sluit weer af met weer een wat sneller allegro. Dus dat is het eerste wat we voor jullie gaan spelen. Divertimento nummer 9 van Mozart.